Goedendag, mijn naam is Jeroen Stevens, ik ben plastisch chirurg en ik zou u graag wat willen uitleggen over de verschillende technieken die er bestaan onder de noemer hals-facelift. Hals-facelift chirurgie is de meest uitgebreide vorm van correctie in het ouder wordende gezicht in het gedeelte van de neusvleugel naar beneden toe, tot en met het gebied wat we noemen het verticale deel van de nek. Deze operatie doet niets boven dat gebied, maar doet indrukwekkend veel onder deze lijn. En dit is ook het gebied waar de konen, de neuswangplooi, de hamsterwang, de kaaklijn, de mondbodem en de nek. Dit is ook het gebied waar de ouderdom eigenlijk in eerste instantie de meeste tekening in iemands gezicht brengt. Letterlijk trekt de zwaartekracht maar één kant uit, van boven naar beneden. Dus dat betekent dat in de operatietechniek, hals-facelift, een vector, een richting van verplaatsing moet zitten van het weefsel van onder naar boven. En essentieel is dat u voor uzelf zeker stelt dat mocht u zo'n operatie overwegen, dat het in de operatie zit die u laat uitvoeren door de chirurg van uw keus. Ik ben zelf een expliciete voorstander voor het verplaatsen van weefsel van onder naar boven, omdat inmiddels wel gebleken is dat wat klassiek gedaan werd, de Amerikaanse stijl facelift, het littekentje wat helemaal doorliep ook tot en met hier zo, achter tegen het behaarde hoofd, achter het oor, dat de techniek die toen gebruikt werd, waarbij weefsel ook meer naar achter toe werd getrokken, dat geeft onnatuurlijke, plasticachtige, geopereerde uitstraling. Achteraf lijkt het logisch, maar het is toch echt pas van de laatste 7, 8 jaar dat er het inzicht is dat het dus van onder naar boven toe moet. Het eigen volume van uzelf is over het algemeen in eerste instantie wel genoeg om weer vollere konen te maken en de tekening, de hang op de neuswangplooi en de hang over de kaaklijn heen te doen verminderen. Maar als ook slapte op het niveau van de mondbodem, de hoek naar het verticale deel van de nek en banden letterlijk helemaal door tot en met hier lopen, dan is een maxlift alleen niet genoeg. Tractiedraden alleen zijn niet genoeg. Er moet dan ook aandacht naar het gebied onder de kaaklijn toe en dat zit in deze hals-facelift waar ik het u over heb. De verschillende technieken zijn op te delen in technieken met een sneetje dat voor het oor, dan om de oorlel heen naar achter toe, een litteken geven naar beneden toe tegen de haargrens van het achterhoofd en technieken waarbij het littekentje in de oorschelpen blijft, helemaal tot hier bovenaan toe. Deze U-vormige als facelift is nieuw en heb ik ongeveer een jaar of anderhalf geleden geïntroduceerd in Nederland. Waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat het originele idee uit Amerika en Frankrijk komt. Maar bij grote internationale congressen, waar mensen met elkaar praten over hoe kun je nou deze technieken verbeteren, dat bleek toch steeds weer dat de littekens in het gedeelte tegen het behaarde hoofd hier vaak erg lelijk waren, breed waren, jeukte. En op het moment dat je je laat verleiden als chirurg om letterlijk heel hard weefsel naar je achter toe te trekken, dan zag je vaak zelfs dat het litteken naar voren toe migreerde en letterlijk niet alleen van het haar af wegkroop, maar zichtbaar werd. En dat zijn toch dingen die je natuurlijk eigenlijk helemaal niet wil. Haar opsteken is al helemaal geen mogelijkheid meer. En op zoek naar verbeteringen bleek dat het littekentje verstoppen in de oorschelp helemaal doortrekken tot naar boven toe, maar onderhuids zelfs nog uitgebreider opereren, de oplossing was. Dat heet een U-vormige incisie, een verticale U-vormige hals-facelift om precies te zijn. En met die techniek kunnen we resultaten maken die u onder andere ook onder de voorbeelden, bij de foto's in dezezelfde sessie ziet. Essentieel is dat de hele zijkant van de spier van de hals wordt losgeprepareerd, letterlijk wordt opgetild naar omhoog toe wordt opgehecht en dat hetzelfde gebeurt in een uitgebreid gebied onderhuids boven de kaaklijn. Hier praten we over een zogenaamde laterale smasectomie, wat wil zeggen lateraal aan de zijkant van het gebied wang wordt de smas, de stevige bindweefsellaag, ectomie verwijderd. Met die verwijdering en het dan weer opnieuw ophechten van die stevige laag krijg je voor elkaar dat je tegen de zwaartekracht in naar verticaal omhoog vulling kan geven op de konen op een onzichtbare manier, want het littekentje blijft verstopt tegen het oor aan, duikt meteen in de bakkenbaardregio en achter het oor, zoals gezegd, verstopt in de groeven van de oorschelp. Is het toch zo dat dit allemaal wat complex klinkt?
Wilt u meer weten van het hele verhaal en wilt u weten in hoeverre het ook voor u een optie zou kunnen zijn om een verbetering, een natuurlijke verbetering in het gezicht te maken, dan bent u welkom op een consult.